In deze video gaan we het hebben over volledige vierkantsvergelijkingen. En meer bepaald volledige vierkantsvergelijkingen die relatief eenvoudig op te lossen zijn. Daarmee bedoel ik zonder echt nieuwe leerstof te moeten zien. Eventjes ter herhaling. Volledige vierkantsvergelijkingen hebben we wanneer zowel A, B als C verschillend zijn van 0. We hebben hier een aantal voorbeeldjes. Het zijn er 3 in totaal van volledige vierkantsvergelijkingen die we relatief eenvoudig kunnen oplossen. Eerste voorbeeld, 2x min 1 maal x plus 2 is gelijk aan 0. Dat ziet er op het eerste zicht niet uit als een tweede graadsvergelijking, maar wanneer we dat linkerlid uitwerken met de distributiviteit, dus herleiden naar de standaardvorm met andere woorden, dan krijgen we 2x² plus 3x min 2 is gelijk aan 0. Dus a is daar gelijk aan 2, b is gelijk aan 3, c is gelijk aan min 2. Ik zal dat eventjes doen, dat uitwerken met de distributiviteit. Dus 2x maal x, dat is 2x². Dan plus 2x maal 2, dat is plus 4x, min 1 maal x, dat is min x, en min 1 maal 2 is min 2, is gelijk aan 0. Dus dan zijn we er bijna natuurlijk. Hè. 2x kwadraat, 2x kwadraat, 4x min x is 3x, en dan min 2. Dus het is wel degelijk een volledige vierkantsvergelijking. Ook al staat het niet bij aanvang, in het begin, in de vorm ax² plus bx plus c is gelijk aan 0. Maar we hebben hier dus twee factoren, een product bestaande uit twee factoren in het linkerlid, en dat product is gelijk aan 0. Dat wil zeggen dat ofwel de eerste factor gelijk is aan 0, ofwel de tweede factor gelijk is aan 0. Dus we krijgen 2x min 1 is gelijk aan 0, of x plus 2 is gelijk aan 0. Dat wil zeggen, als we deze kleine vergelijking uitwerken, krijgen we x is gelijk aan 1 tweede. Als we deze vergelijking uitwerken, krijgen we x is gelijk aan min 2. Dus de oplossingen van de oorspronkelijke vierkantsvergelijking, dus de wortels, zoals men ook wel eens zegt, zijn min 2 en 1 tweede. Dat zijn dus de nulpunten van de tweede graadsfunctie met functievoorschrift fx is 2x min 1 maal x plus 2. Dus als we de grafiek zouden tekenen van fx is gelijk aan 2x min 1 maal x plus 2. Als we daar de grafiek van zouden tekenen, dat kan je gerust zelf doen met je rekentoestel, dan zou je kunnen zien dat de x-coördinaten van de snijpunten met x-as min 2 en 1 tweede zijn. Tweede voorbeeld van een volledige vierkantsvergelijking die we vrij gemakkelijk kunnen oplossen, is 4x² plus 12x plus 9 is gelijk aan 0. Het is een volledige vierkantsvergelijking, want a is gelijk aan 4, b is gelijk aan 12, c is gelijk aan 9. Maar wat zien we nu? We herkennen hier een merkwaardig product in. Het merkwaardig product a² plus 2ab plus b² is a plus b². Dus 4x² en 9 zijn de twee kwadraten. En 12x is het dubbelproduct dat erbij hoort. Dus wanneer we de formule hier aan de rechterkant toepassen, dan krijgen we tussen haakjes 2x plus 3 tot de tweede is gelijk aan 0. Maar als het kwadraat van 2x plus 3 gelijk is aan 0, dan is 2x plus 3 zelf ook gelijk aan 0. En dan is x gelijk aan min 3 tweede. Dus dat is het nulpunt van de parabool van de tweede graadsfunctie met als functievoorschrift fx is gelijk aan 4x kwadraat plus 12x plus 9. Dus wanneer we de grafiek zouden tekenen,
van deze parabool, dan gaan we zien dat dat het nulpunt is. Dat dat met andere woorden de x-coördinaat is van het snijpunt met de x-as. Derde voorbeeld van een volledige vierkantsvergelijking die we vrij eenvoudig kunnen oplossen, is 2 maal tussen haakjes x min 4 kwadraat, min 18 is gelijk aan 0. Dat is ook niet in de vorm ax kwadraat plus bx plus c is gelijk aan 0, maar als we dat volledig uitwerken, dan krijgen we 2x kwadraat min 16x plus 14 is gelijk aan 0. Dus dat is wel degelijk een volledige vierkantsvergelijking, want a is gelijk aan 2, b is gelijk aan min 16, c is gelijk aan 14. Ik werk het even uit, om u aan te tonen dat dat twee dezelfde vergelijkingen zijn in feite. Dat is 2 maal tussen haakjes x kwadraat, dan mogen we zeker ons dubbel product niet vergeten, min 8x, min 8x, plus 16, min 18, is gelijk aan 0. Nu moet ik eventjes hieronder verder gaan. 2x kwadraat min 16x plus 32 min 18 is gelijk aan 0. En dan zien we inderdaad, als we er nog één stap aan toevoegen, 32 min 18 is natuurlijk 14, dan zien we dat deze vorm die hier staat, deze vorm, dat die gelijk is aan deze vorm. Ik ga dat eventjes terug wegdoen. Voilà. Nu, dat linkerlid, dat doet ons natuurlijk heel sterk denken aan onze topvergelijking, hè? Inderdaad. Deze vergelijking staat in de topvergelijking a maal x min alpha kwadraat plus beta is gelijk aan 0. Dus als we een vierkantsvergelijking hebben die in die vorm staat, is het vrij eenvoudig om die vierkantsvergelijking op te lossen. Eigenlijk is dat ook leerstof van het derde jaar. Eerste stap, we brengen die min 18 naar de rechterkant. Dat wordt 18. Daarna brengen we de 2 naar de rechterkant. Dus dat komt in de noemer te staan. 18 gedeeld door 2 is 9. Dan gaan we de vierkantswortel nemen van beide leden. Dus het linkerlid, daar valt het kwadraat weg. Wordt x min 4. Dan hebben we de positieve vierkantswortel van 9 is 3. Negatieve vierkantswortel van 9 is min 3. Dus we krijgen twee kleine vergelijkingskes. X min 4 is gelijk aan 3. Of x min 4 is gelijk aan min 3. Waaruit blijkt dat x gelijk is aan 7, 3 plus 4. Of x is gelijk aan 1, min 3 plus 4. Dus 1 en 7 zijn de oplossingen van deze vierkantsvergelijking, die in de, laat ons zeggen, topvorm staat. In de vorm van de topvergelijking. Dus als we de parabool zouden tekenen met functievoorschrift fx is 2 maal x min 4 kwadraat min 18. Als we dat zouden tekenen, dan zouden we zien dat dat de twee nulpunten zijn. Dat dat de twee x-coördinaten zijn van de snijpunten met de x-as. Kan je zelf perfect controleren met je rekentoestel.